Hey iedereen, welkom bij mijn morning routine. Meestal word ik eerst wakker. Hey Jesse. Oh, wordt dit niet tijd dat je je kamer kunt opruimen? Ja man, je hebt gelijk. En weet je wat mooi is? Deze video is te samenwerken met Vinted, woe! Ja man, op Vinted kan je kleding kopen en verkopen. En zoals je ziet, mijn kast is een klein beetje vol. Dus dit is het perfecte moment om wat kleding weg te doen. Ik heb een account aangemaakt op Vinted en het doet een beetje pijn in mijn hart. Maar ik zal deze dingen toch echt even weg moeten doen, want je weet toch, ik heb echt te veel kleren. En dan kan je weer nieuwe dingen kopen, dus het is ook mooi. En ik zeg je eerlijk, ik heb al mijn dingen hier al opgezet en het is zeer makkelijk om te doen. Als verkoper heb je geen kosten. Crazy. En uiteraard werken we zo op deze manier ook bij aan een beter milieu. Deze jas, ik zet hem erop voor 40 euro. Prachtige stippelbroek. Mocht je mijn kleding willen shoppen of wil je zelf kleding verkopen op Vinted, kan. Volg mij sowieso op Vinted en laten we verder gaan met de morning routine, man. Na deze commerciële break is het dan nu echt tijd om te gaan douchen. Morgen, schat. Via is vlog, morning routine en vloggen, hè, ja. Wil je, ga je werken of zo, dat je nu al helemaal... Wij douchen meestal samen trouwens. Vandaag niet. God. Schat, ik zei dat je deze echt niet meer moest kopen. Dit is echt de laatste keer. Parabon. Nee, oké, niet. Nou, dan ga ik meestal douchen. Kun je ook weggaan? Ja. Ik ga douchen, man, kom op. Privacy schending. Hé? Hey? Oh, lekker ontbijtje. Ja, zo, jij ziet er uitgeslapen uit. Het is wel een beetje vroeg. Ja, zeker. Ik werd wakker en toen hoorde ik wc, dat was jij dus waarschijnlijk. Ik doe de deur op, heeft gewoon te slapen op de wc half. Ja, het was een wild avondje gisteren natuurlijk. Ja, zeker. Had ik al gedacht. Ik ga zo sporten. Sporten? Ja, sporten. Wat kan je doen dan, sporten? Atletiek. Atletiek? En alles eigenlijk. Ja, horden lopen. Ja, dit is het. We zijn vandaag een beetje... Ik heb nog een eitje voor jou. Oké. Okay. Nou, dan moet je dit... Zo, sporten dus. Dat verrede lijf van jou. Laat trouwens even in de reacties achter wat jij altijd op je brood eet. Moet ik helpen? Nee. Ja, doe maar. Ik wil blauw en jij neemt toch wit. Ja. Waarom zullen we nou door elkaar heen doen dit echt? Ja. Je zit heel veel blauw in, Jesse, hier. Dat heb jij gedaan. Nee, ik echt niet. Echt wel. Je zit hier gewoon blauw doorheen te doen. Nee, serieus. Kan je nou niet gewoon één altijd... Hier, je doet een witte! Ja. Je doet een witte! Dan moet je het gewoon even gewoon leuk doen voor mijn YouTube-video. Ja, het gaat niet om leuk doen. Het gaat er gewoon om dat we dit... Ja, maar dit ziet er toch f***ing uit. Hoezo? Ja, hoezo word je zo boos? Omdat ik gewoon... Ik word niet boos. Ja, ik vind dat je overdreven reageert. Hier mag je al die blauwe erin. Ik hoef die muisje niet eens meer. Wil je nog zijn gestamp maken nu? Ja. Oh. Dan ga ik ze stampen. Pap. Nee, even serieus. Het is goed. Nee, het is wel goed. Nee, het is ook niet grappig bedoeld. Ja, die goed. Mensen die naar jouw filmpjes kijken, die zijn 12. Die vinden dit leuk. Dat is inderdaad heel stom. Hé, pap, ik moet echt gaan sporten. En wanneer ben je thuis? Altijd een heilige vraag. Wanneer ben je... Hè? Kom je? Nee. Ik zei dat zien we dan wel. Nee, dat is nou het hele eieren eten. Je moet gewoon even zeggen hoe laat je thuis bent, want anders word ik... Bezorgd. Juist. En wat ligt er onder de bezorgdheid? Ja, dat maakt me echt helemaal niks uit. Nee. Liefde. Pap, half vijf. Liefde. Half vijf ben ik thuis. Half vijf, nee! Ik eet mee. Nee, echt niet half vijf. Echt ja. Serieus niet. Jawel. Nee. Yes, echt no fucking way. Ja. Oeh. Jesse, echt 4 uur thuis. Shit. En trouwens, kijken. Peter Hoefnagels, alle video's. Yes, mensen. Tijd om te sporten. We gaan even lekker horden lopen. Oeh. Ja, man. Hey, dit is te easy, man. Het was in 1991 voor het laatst dat een Nederlander die afstand wist te springen. Dit is een goede. Hoe ver zou dit 4 zijn? 4 meter of zo. We hebben alleen geen meetlint. Meten is weten, maar ook om nauwkeurig te werk te gaan. 4,5 meter. Oh ja, ik vind het altijd lekker om de ochtend gewoon even te beginnen met wat atletische oefeningen, weet je wel. Dus even hardlopen. Yes. Meestal ren ik dan zo'n 30 tot 40 kilometer. Vaak stop ik even tussendoor om iets te drinken. Voornamelijk van dat blauwe chemische spul.
Daarna neem ik meestal een heerlijke duik in de bosjes. Yes, cut. Zo, ik zeg je eerlijk man, ik heb honger. Hey bro, pizzatje. Ja man, beste wel man. Ik ben echt al heel de dag aan het hardlopen en shit. Zus. Ja. Niks. Nee man, sorry. Hi, yo. Yo, thanks man. Later. Nou ja, ik denk dat ik gewoon ergens anders ga lunchen man. Dit was mijn ochtend. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie snel weer. Hey. With me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, you can get high with me, that's a deal, right? Nee, die is te veel.